Nee. We hebben hem netjes voorgesteld en we hebben hem een aantal keer gezien, maar nee, hij heeft me niet gezegd hoe ik moet keepen, nee. Ja, Wouter, we zijn een paar weken verder nu naar de trainerwissel. Hoe is dat tot nu toe bevallen? Nou, was op het moment dat het gebeurde wel heel teleurstellend. Want ik denk dat ik kan alleen voor mezelf spreken, ik denk voor iedereen wel spreken, dat we gewoon heel fijn samenwerken met Wil. Ja. Resultaten vielen op een gegeven moment zodanig tegen dat je in de voetballerij niet echt meer verrast bent als dit dan kan gebeuren. En het is aan ons om onder Erik van der Ven en Paul Beekmans die handschoen op te pakken. En met twee overwinningen is dat ons in ieder geval goed gelukt. Dus dat biedt wel weer perspectief. Was het niet moeilijk voor jullie als team zijn om de draad weer op te pakken? Ja, nogmaals, je weet hoe die voetballerij in elkaar zit en dat dit kan gebeuren. Dus die focus gaat dan ook weer heel snel op de dingen waar je invloed op hebt. En dat is de eerstvolgende wedstrijd. Dat was in ons geval toen Roda. Ja, die wonnen met 2-0. Go Eagles de week erop wonnen met 2-0. Daardoor hebben we top 5 veiliggesteld en daarmee halve finale. Dus dat is gewoon hartstikke goed en dat geeft ook weer een goed gevoel na die halve finale tegen Go Eagles toe. Zijn er dan bij jullie binnen het team ook nog wat dingetjes veranderd sinds de trainer is vertrokken of niet? Nou ja, kijk, Erik en Paul die werken natuurlijk al met Wil Boessen. Dus en nogmaals, de training en zo en ook de tactiek. En dat is allemaal weinig spectaculair dat veranderd is. Dus nee, dat kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Dan gaan jullie nou de play-offs in. Maar jullie hebben, wat je net al zei, na de winststoppen een klein dipje gehad. Hoe moeilijk is het om nou alles weer op te pakken en nu eigenlijk do-or-die wedstrijden te gaan spelen? Ja, dat is een beetje voetballerij. Dat is ook heel relatief. We hebben inderdaad het tweede seizoen een stuk minder gehad. Maar ja, de laatste twee wedstrijden waarin je de top 5, waar iedereen denkt van hey, dat gaat nu uit je handen glippen. Ja, dan redden we het wel tegen goede ploegen als Roda en Go Eagles. Dus dat moet ook weer in deze wedstrijden tegen Go Ahead, dat moet ook weer die boost geven dat we dus weten dat we ze kunnen verslaan. Dus dat geeft alleen maar extra vertrouwen in die wedstrijden. Is dat ook gewoon fijn dat je net op het laatste nog Go Ahead hebt gehad of zie je dat meer als een nadeel? Ja goed, wij hebben laten zien dat we van ze kunnen winnen. Dus laat het dan als iets positiefs zijn, ja. Dan is er natuurlijk heel veel te doen geweest rondom Willem van Hanegem. Heb jij al tips van hem gehad toen dat jij moet keepen of niet? Nee. We hebben hem netjes voorgesteld en we hebben hem een aantal keer gezien. Maar nee, hij heeft me niet gezegd hoe ik moet keepen, nee. Hoe gaat het nou dan verder? Geeft hij echt advies aan de trainer? Of praat hij ook echt met jullie als spelersgroep zijn? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, hij is een eerste aantal keer al bij ons in Noordwijk geweest op trainingskamp. Ook hier een paar keer op de club. En dan pikt hij er sowieso een keer wat jongens uit. En ja, het is natuurlijk gewoon sowieso geweldig dat zo'n grote man in het Nederlands voetbal zich aan FC Den Bosch bindt en dat hij ons voorbij staan in de play-offs. En dat alleen al moet en de spelersgroep en de hele club een extra boost geven om in deze week iets moois te laten zien. Droom je al wel eens van de Eredivisie of niet? Ja en nee. Ik zie een lach. Ik wil het heel graag. Nee, ja, laat het gewoon echt een super motivatie zijn dat het kan. En we hebben dit hele seizoen al meegemaakt dat in grote wedstrijden dat het in de Vliet echt dan uitverkocht is. Dat er een geweldige sfeer is. En ik hoop gewoon echt dat wij dat als groep ook voor elkaar weten te krijgen. Samen met de supporters om dat ook in deze wedstrijden te laten zien.